Dit hier is kikkerdril. Dat zijn de eitjes van mama kikker en we gaan die straks in een blender steken en helemaal door elkaar mixen. Dan kunnen we zeggen dat we die cellen dood hebben gemaakt. Nu staat er hier een wetenschapper naast mij en die beweert dat die verschillende celonderdelen in dat papje toch hun weg vinden naar elkaar en opnieuw iets levend vormen. Klopt, hè? Zo is het in zekere zin, juist. En ik verbaas mij er nog elke dag over dat we eigenlijk van iets dood toch in zekere zin iets levend kunnen maken. Ongelooflijk. Hoe dat kan en wanneer iets dood is en wanneer terug levend, dat zijn vragen voor Lendert Geelens. En Lendert is geen bioloog of zo, maar wel fysicus aan de KU Leuven. Wij van de Universiteit van Vlaanderen gingen hem bezoeken in zijn labo vol kikkers. Hoe maak je dode cellen terug levend? Dit hier is die kikkerdril en die is gelegd door onze vrouwtjeskikkers hier. Natuurlijk, in de natuur gaan de vrouwtjeskikkers die op een veilig plaatsje leggen. En dan komen ook de mannetjeskikkers daarbij, die gaan daar met sperma over. Dan worden die bevrucht, je krijgt een embryootje, wordt een kikkervisje en uiteindelijk groeien die uit tot een echte kikker. Elk kikkereitje dat hierin zit, is eigenlijk één grote cel. Groot, want het is ongeveer een millimeter groot en dus kan je die met het blote oog zien. Nu, in één van die kikkereitjes zit enorm veel materiaal. Je hebt daar DNA, maar ook ribosomen, mitochondriën, cytoplasma en je kan zo verder gaan. Dat zijn moeilijke woorden misschien, maar het is niet belangrijk dat je eigenlijk weet wat dat is. Het is in principe gewoon een fabriekje dat heel goed georganiseerd is en van alles kan doen. Ik begin eigenlijk al sympathie voor die kikkertjes te voelen. Maar Lendert mixt die dus, om professionele redenen, helemaal kapot. Maar zo erg is het op zich niet. We werken ook met kikkereitjes, geen heel organisme, zelfs geen kikkerembryo. En wat we doen is dus, we mixen die helemaal kapot en we zeggen met een blender. Maar op zich gebruiken we geen blender zoals we thuis hebben om smoothies te maken. We gebruiken een ultracentrifuge die je hier kan zien. Heel wat groter dan een gewone blender. Die heeft geen messen, maar die draait gewoon enorm snel. En doordat dat zo snel draait, gaan al die kikkereitjes kapot gedraaid worden en gaan de celonderdelen die een verschillend gewicht hebben, eigenlijk in verschillende lagen worden opgedeeld. Er zullen drie lagen zijn en de middenste, die is voor ons het belangrijkste. Daar zitten eigenlijk alle nodige celonderdelen in om die wij straks zullen gebruiken om te proberen om een nieuwe werkende cel te maken. Dan heb je nog twee andere lagen. De bovenste, dat zijn lipiden, een soort vetten, waaruit het celmembraan van het oorspronkelijke eitje opgebouwd was. En dan van onder heb je de zwaarste deeltjes en de zwaarste onderdelen van de cel. En onder andere is dat celdooier. Dat is eigenlijk wat de mamakikker heeft meegegeven qua voedingsstoffen, opdat het embryootje echt zou kunnen ontwikkelen tot een volledige kikker. Uit die middenste laag trekken we nu een extract. En dan wachten we ongeveer een half uurtje en dan gebeurt er op zich wel iets heel strafs. Want al die dode celonderdelen die gaan elkaar terugvinden en die gaan een structuur vormen. En daar is energie voor nodig. Iedereen weet wel, als je thuis komt na een lange dag en je keuken en je living ligt helemaal overhoop en je moet dat helemaal organiseren, dan kost dat energie. Waar komt die energie nu juist vandaan? Wel, daar hebben we geluk, want de mamakikker die heeft eigenlijk veel van die energie en voeding meegegeven in het kikkereitje. En daar is nog genoeg van over, opdat nu die dode celonderdelen elkaar kunnen terugvinden en zich kunnen organiseren. En je kan misschien zeggen, wel, dit ziet er toch niet echt uit als de cel die we uiteindelijk hebben gebruikt en waarmee we gestart zijn. Daar heb je gelijk in, maar er zijn al wel heel veel structuren die aanwezig zijn, net zoals in een echte cel. Maar hoe doen ze dat? Hoe kunnen die dode onderdelen elkaar opnieuw vinden, terwijl ze niet eens leven? Die informatie om zichzelf te organiseren zit eigenlijk in de bouwsteentjes zelf. Ze volgen heel eenvoudige regels om met elkaar te interageren en dat is voldoende om een complexe celstructuur te vormen. En dat proces noemen we zelforganisatie. Oké, zelforganisatie dus. Allemaal goed en wel, maar ik zie hier nog niet echt de vorm van een cel terug en al helemaal geen hoopje kikkerdril. Dat klopt, het lijkt echt nog niet op een cel. Maar daarom gaan we ook juist verder ingrijpen om het er meer op te doen lijken. En we hebben hiervoor een apparaatje gemaakt. Het bestaat uit twee kanaaltjes. In één kanaaltje steken we ons kikkerextract. In het andere kanaaltje steken we olie. En dan komen die twee kanaaltjes samen. En op dat moment gaat ons kikkerextract omgeven worden door die olie. En dat vervangt in zekere zin ons celmembraan. Dus wat we uiteindelijk hebben, is een druppeltje kikkerextract. Die druppels noemen we ook wel artificiële cellen. Ze bevatten vele van de celonderdelen die belangrijk zijn in een echte cel.
Het is nu ook rond. Het heeft ongeveer dezelfde grootte. Dus als je het vergelijkt met wat we daar straks hebben gezien, die uitgestrekte patronen, is het nu helemaal anders al. Het lijkt echt wel meer op een realistische cel. Die druppels die leven in zekere zin ook echt. Als je onder de microscoop kijkt, dan kan je dat regelmatig zien flikkeren. En dat flikkeren dat gebeurt zo'n tiental keer en dan stopt dat. Dan dooft het systeem uit en dan heb je eigenlijk enkel gewoon dode componenten opnieuw. Het systeem heeft energie nodig. En dat is net als bij ons, wij moeten ook eten en drinken. Dus alle leven heeft energie nodig om te kunnen blijven bestaan. Oké, maar zelfs die artificiële cel, je moet toch toegeven dat dat er nu echt niet uitziet als echt leven? Nee, dat begrijp ik opnieuw, maar ik ga je proberen te overtuigen. Wat als ik je nu zeg dat dat ritme van dat flikkeren even snel gaat als dat alle cellen in een kikkerembryo delen? Met andere woorden, wat wij in die druppels hebben, is dezelfde biologische klok als in echte embryo's zitten. Dus elke keer als je dat flikkeren ziet, dan zou in een echt embryo een cel gaan delen en delen en delen. En ik ga je nog meer proberen te overtuigen, want nu gaan we ook kikkersperma toevoegen aan ons extract en daar dan druppeltjes van maken. En dankzij dat kikkersperma gaan er nu ook celkernen zich vormen en in die celkernen zit DNA. Dat DNA gaat zich elke keer als de biologische klok tikt, kopiëren en de celkern gaat zich ook delen, elke keer opnieuw. Dus je gaat van één celkern naar twee, naar vier, naar acht en zo verder. Zal er dan uit deze artificiële cel, na x aantal celdelingen, een echte kikker komen? Een echte kikker gaat er niet uitkomen, moet ik toegeven. Daar was ik iets te enthousiast. Er zijn drie problemen. Enerzijds, ook hier is er niet genoeg energie. Na een tiental delingen gaat dat stoppen en is die energie op. Ten tweede, die celletjes die zitten nog altijd in olie omringd. Dus je hebt geen echt celmembraan, dus je hebt ook geen echte fysische celdelingen. En ten derde, als je die cellen hebt, dan gaan ze ook nog correct met elkaar moeten communiceren om juist de weefsels te vormen en echt te ontwikkelen tot een echte kikker. Het blijft dus een dunne lijn tussen leven en niet leven. Want die druppels die we maken, is dat nu levend of niet? En daar zijn wetenschappers het ook nog niet over eens. Het is niet duidelijk wat we nu definiëren als leven of niet leven. Want wat we hebben in onze druppels is een correcte of relatief correcte celstructuur. We hebben een biologische klok, liever, die aan het tikken is. We hebben DNA dat gekopieerd wordt en celkernen die zichzelf delen. Maar we hebben geen correct celmembraan en er ontbreekt nog altijd een metabolisme om de cel blijvend van energie te voorzien. En dat is toch ook wel een definiërende eigenschap van een cel. Dus hebben we nu leven gemaakt? Ik zou zeggen, misschien voor een bepaalde periode wel, maar we kunnen daarover discussiëren. Dus het antwoord op de grote vraag, hoe maak je dode cellen terug levend, is... Dankzij zelforganisatie kunnen we vanuit die gemixte kikkereitjes terug iets levensachtig krijgen. Wat we willen doen is vanuit dode materialen iets levend krijgen. Wat heb je daarvoor nodig? De juiste bouwstenen, de juiste celonderdelen, energie en dan dat fascinerende proces van zelforganisatie. Nu, een cel kan op die manier vanuit het niets opgebouwd worden met alle complexe onderdelen en het heeft daar helemaal geen blauwdruk voor nodig. Het is niet zoals je een IKEA-kast bijvoorbeeld in elkaar steekt. Er is geen instructieboekje dat je dan moet volgen en dat zegt waar alles moet. Ze doen dat spontaan. En dat komt door de wetten van de fysica die bepalen hoe die verschillende celonderdelen met elkaar gaan interageren. En dat is ook zo bij onze menselijke cellen. En dat is maar goed ook, want elke dag hebben wij miljarden cellen die zich delen. En elke keer als er zo'n celdeling gebeurt, dan gaan er bepaalde structuren deels worden afgebroken en die moeten dan opnieuw worden opgebouwd in elke dochtercel. En dat is dus mogelijk dankzij zelforganisatie. Hey, dikke merci om te luisteren. Vond je deze video of podcast interessant? Dan mag je die zeker liken en delen. En om af te sluiten nog een laatste weetje over de kikker, want het gif van sommige kikkers kan heel gevaarlijk zijn. Nog veel gevaarlijker dan dat van slangen, want slangengif zou je blijkbaar zomaar kunnen opdrinken. Hoe dat komt, dat ontdek je in deze video. Heel veel plezier ermee.